Oké, welkom bij dit deel van de presentatie. Ik zal het gaan hebben in dit deel over Konrad Helfrich. Konrad Helfrich, dat was eigenlijk een admiraal. Hij was geboren in Indonesië, in Semarang, in Indonesië. En in 62 overleed hij in Den Haag. Waarom gaan we het eigenlijk in dit tweede deel van de presentatie hebben over Konrad Helfrich? Nou, de reden is dat de periode die wij bespreken, de ontwikkeling van het Nederlands navalisme in Zuidoost-Azië en voornamelijk de Dutch-Indies, oftewel Indonesië, dat vindt heel erg plaats in Helfrichs leven. En de vraag die we hierin centraal stellen, hoe ontwikkelde het navalisme zich in Nederlands-Indië? En daar speelt Helfrich dus een hele belangrijke rol in. Inmiddels is Konrad Helfrich eigenlijk wereldberoemd. En hoe komt dat nou? Hoe kan het dat Konrad Helfrich wereldberoemd is geworden? Dat komt door het strategische gamespel Hearts of Iron 4. Het spel is een tweedeeltoorlogssimulatie en daarin is Konrad Helfrich de beste admiraal uit het hele spel op het gebied van submarines. En als je dus iemand uit deze community, uit deze wereld zou vragen, noem een bekend historisch figuur, dan noemen ze als eerste Konrad Helfrich en bijvoorbeeld niet Willem van Oranje. Of Johannes Vermeer, Konrad Helfrich. Spel en realiteit, het is natuurlijk allemaal anders. Wat ik hier ga uitleggen is het vlootplan van 1922. Het is belangrijk om eigenlijk het standpunt en de persoon van Helfrich te begrijpen en de ontwikkeling van het navalisme in Nederland. Wat hierin belangrijk is, is om te beschouwen dat Nederlands-Indië economisch heel erg belangrijk was voor de Nederlandse schatkist. Maar Helfrich had kritiek op de manier dat de verhoudingen van de defensieuitgaven, vooral voor natuurlijk de boten, schepen, voor de oorlogsschepen en voor de patrouilleringsbootjes, daarin was het vooral belangrijk dat er echt een significante verandering plaatsvond. Dat er bijvoorbeeld grote schepen en toekomstvliegtuigschepen zouden kunnen worden aangeschaft. Want wat al een beetje duidelijk werd, was dat er echt sinds de Eerste Wereldoorlog de logge oude schepen kwetsbaar waren. Allereerst door de Duitse U-boten, de onderzeeërs, en later zullen we zien dat ook door de oorlog met Japan vliegtuigschepen heel erg belangrijk werden. Zoals je op het rechterplaatje ziet, de Tromklasse van 1922, die was gewoon niet geschikt voor deze moderne oorlogsvoering, stelde Helfrich over de Tromklasse. Er werden nog wel beloftes gedaan dat in de toekomst zou worden gekeken naar nieuwe varianten, nieuwe echt sterke oorlogsschepen, maar de economische crisis gooi de roet in het eten. Nou, wat was dus eigenlijk de situatie? De situatie was eigenlijk dat Helfrich en mensen die achter hem stonden, zo, ook admiraals, die stelden eigenlijk dat er een modernisering moest plaatsvinden binnenin het Koninklijke Nederlandse Marine. Maar de Kamer wilde wel wat investeringen noemen, maar een echte fundamentele koerswijziging, dus op het gebied van minder op logge schepen en trage schepen, echt snelle schepen en zelfs de mogelijkheid bekijken van vliegtuigschepen eind jaren 30. Maar dat kwam niet van de grond. De oorlogsvoering was namelijk in de Tweede Wereldoorlog begin al sterk veranderd. Het werden al heel snel, dat zagen we al bijvoorbeeld in Europa, van heel sterk vanuit de lucht
die grote logge schepen konden worden aangevallen. Zo zagen we bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld Churchill, die gebruikt bijvoorbeeld vliegtuigen om de Franse vloot kapot te maken toen Frankrijk gecapituleerd was. En zo had ook Nederland eigenlijk behoefte aan een manier om de luchtmacht te kunnen inzetten. Maar daar was geen geld of geen mogelijkheden voor. En dus kwam het eerste vliegtuigschip, dat Helvrich eigenlijk al 10 jaar daarvoor had bepleit, kwam pas in 1944, de Karel Doorman. Nou, wat was dus eigenlijk de situatie? Was dat je een heel groot land had, Indonesië, dat echt van Finland tot Rusland is in, van Finland, van Rusland tot Mali, zo groot is uitgestrekt als Indonesië. En dat je dat met een paar boten, zoals je aan de linkerkant ziet, kon gebruiken. Je ziet ook duidelijk een verschil tussen de Nederlandse kant en de kant wat er was voor Indonesië beschikbaar qua boten. De Van Gaal-klasse en de Van Gent-klasse, die was bijvoorbeeld veel kleiner en minder dan de Ruiter-klasse die in Europa werd gebruikt. Maar zelfs als je alles bij elkaar zou nemen en alles in Indonesië beschikbaar was, dan was het nog steeds niet genoeg om enigszins op een of andere manier weerstand te kunnen bieden tegen de grote oorlogsindustrie van Japan, waar verschillende vliegtuigschepen beschikbaar waren en ook andere grote oorlogsschepen gebruikt werden bij de invasie op Indonesië. Het plaatje paste niet helemaal op deze presentatie, want Japan had gewoon te veel schepen daarvoor. Om het enigszins dezelfde plaats in verhouding te houden, laat ook zien hoe weinig schepen Nederland beschikbaar had ten opzichte van Japan. Nou, wat gebeurde er eigenlijk na de capitulatie van Nederland? Op dat moment bleek eigenlijk dat heel lang, op het moment dat de oorlog een beetje aanbrak in Indië, dat de theorie en de praktijk heel erg van elkaar verschilden. De doctrines van hoe Nederland de manier van oorlogsvoering had voorbereid, bleek Konrad Helvrich niet goed op de bemanning kunnen uitvoeren, kon het niet bij ze doorbrengen. Dat lag vooral ook aan een taalbarrière, maar ook dat iets vanuit een boekje werd bedacht, wat in de praktijk niet werkte. Vanaf 1940 was er bovendien ook anarchie ontstaan, in de zin van, er was na de capitulatie van Nederland, Europa, niet meer een duidelijke leiding. Konrad Helvrich en andere admiraals gingen langzamerhand de mogelijkheid bekijken om goede betrekking met Engeland aan te gaan en samen te werken om de oorlog tegen Japan aan te kunnen, want die leek wel onvermijdelijk. Nou, wat had Helvrich uiteindelijk tot zijn beschikking ter verdediging van de Indonesische archipel? Dat waren verschillende kruisers, iets minder dan 100 vliegtuigen en ook enkele onderzeeërs. Maar zoals ik net al liet zien, wat Japan had, was zo overweldigend. Daar was dit niet tegen bestand. Dus was eigenlijk de rol voor Konrad Helvrich het patrouilleren. Omdat de oorlogsvliegtuigen ingezet moesten worden ter defensie tegen de overweldigende Japanse luchtmacht, die vanuit de vliegtuigschepen Britse loggenschepen kapot sloeg en ook binnen Maleisië en Singapore ook flink gevaarlijk konden zijn en schade kon aanrichten. Daar was dus de luchtmacht voor nodig. Daarom moest Helvrich dus met zijn onderzeeërs proberen om eigenlijk moest hij gewoon proberen de taken van die scoutvliegtuigen, dus die eigenlijk gingen kijken waar van boven de lucht waar die andere schepen konden zijn, nu van onder het water bekijken. Om die manier te kijken waar liggen die schepen om dan de Amerikaanse en
Britse vliegtuigschepen te waarschuwen en dan dat ze in de counter konden gaan. Verder had bij de echte invasie had een echte oorlogsvoering. Bij zeeslagen was het de taak van Helfrich om Singapore te verdedigen. En de Japanse aanvoerlijn aan te vallen. Japan was natuurlijk wel heel sterk. Maar Japan was een eiland. En had allemaal gebieden overzees liggen die ze veroverd hadden. En daar moest bijvoorbeeld voedsel, daar moest water, daar moesten auto's zijn, daar moesten rubber heen, daar moest olie heen, van alles. En dat was de taak van Helfrich, om dat dus die aanvoerlijn daarin door midden te snijden en daarmee Japan te isoleren. En dat ging wel aardig goed. Daarin kreeg hij ook de bijnaam Ship A Day Helfrich. Maar op de eerste dagen was echt de schepen, die kleinere schepen en dat logge schepen die ik net liet zien op die foto, die ging eigenlijk gelijk eraan. Die hadden geen schijn van kans tegen het Japanse overwicht. Dus de manier van hoe Helfrich dus probeerde de aanvoerlijn door midden te snijden, bijvoorbeeld bij Ceylon, dat ging erg goed. En daardoor kreeg hij ook zelfs een functie bij de Royal Navy, aan aanleiding van zijn successen. Maar dit succes had ook een keerzijde. De keerzijde was namelijk dat hij kritiek kreeg vanuit de regering in ballingschap. Namelijk, deze regering die stelde eigenlijk dat, die wilde eigenlijk dat Helfrich het iets anders deed. En die vond hem bovendien redelijk autoritair handelen ten opzichte van zijn onderdaan, wat ze liever niet wil. Maar in tijden van oorlog had Helfrich veel meer contact binnen de Royal Navy en met de geallieerden, waarbij eigenlijk hij niet echt meer aansprakelijk was voor Nederland, maar binnen in de geallieerden opereerde en naar die hoge plaatsen eigenlijk luisterde. Nou, bijvoorbeeld Cunningham van de Engelse vloot. En daarbij kwam ook nog dat de schout van Nederland, Karel Doorman, in een van deze zware slagen, de slag bij de Javazee, omkwam. De rest van een deel, heel groot deel van de Nederlandse vloot zonk. Nou, wat zien wij dus eigenlijk hier gebeuren? We zien de ontwikkeling van Nederlands-Indië door de ogen van Helfrich. We zien hoe eerst, begin van de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk Nederland grote schepen heeft, of middelgroot, maar vrij traag en log zijn. We zien in de Eerste Wereldoorlog langzaam de ontwikkeling komen op het gebied van onderzeeërs. En dat deze onderzeeërs, die kunnen die grote, logge, trage schepen veel schade toebrengen, zijn heel gevaarlijk. Daarop wil Helfrich eigenlijk een vlootwet instellen. En met die vlootwet proberen Nederland capabel te maken tegen een buitenlandse interventie om het te verdedigen. Alleen wat Helfrich wil en wat Den Haag wil, ligt zoveel uit elkaar. Helfrich wil niet zozeer een investering, maar een fundamentele koerswijziging. En zich meer richt op gebruik maken van de lucht en meer gebruik maken van onderzeeërs. In plaats van het loggen van schepen. De economische crisis maakt het eigenlijk onmogelijk. En sowieso hadden de admiraals veel meer behoefte aan veel meer grote investeringen, fundamentele wijzigingen dan daadwerkelijk was. En dan zien we dat de realiteit versus regering en admiraals uit elkaar ligt. De admiraals zien precies wat er nodig is en de regering wat er haalbaar is, economisch gebied. En andersom, in de oorlog stellen eigenlijk de admiraals, ja, in tijden van oorlog moeten we dit doen, bijvoorbeeld samenwerken met de geallieerden, terwijl de regering vanuit een ander standpunt andere dingen wil die in de praktijk misschien niet mogelijk zijn. Ik hoop dat jullie van deze prestatie wijzer zijn hoe het Nederlands nationalisme zich in Indonesië, Nederlands-Indië, heeft ontwikkeld in de loop der tijd. En ik stel jullie feedback op prijs. Bedankt.